Vanaf de weg van Odoor naar Borger loopt dit onverharde pad zo de akkers in. En dat leidt naar een bosje en in dat bosje ligt een hunebed. Hunebed D32. Kijk, daar ligt hij. D32 is eigenlijk een beetje doorsnee hunebed. Niet erg groot, ook niet erg klein. Er zijn een paar stenen verdwenen. Eigenlijk niet veel bijzonders aan te zien. Er is wel iets bijzonders geweest en dat kun je niet meer zien. Hier zat ooit de ingang van het hunebed. Hierdoor kwam je in de grafkelder. In 1958 hebben archeologen het hunebed opgegraven. Toen vonden ze hier voor de ingang de sporen van een grote kuil. En in die kuil zaten twee potten, twee trechterbekers. Het typische hunebeddenpotje wat je in ieder hunebed wel vindt. Die bekers zijn hier misschien al begraven voordat het hunebed werd gebouwd. Het zal wel een soort offer zijn geweest. De potten staan nu ergens in het museum en de offerkuil is voorgoed dicht.